Nou, je kan het haast net meer uitlezen, want een winkeldief die krijgt minder straf. En als je dat ziet in de burgers zeggen, dan is dat natuurlijk net in verhouding. Het is net meer uit te lezen zo op dit moment. Het Riek had van 2012 een bedrag van 1 miljard euro begrutten om uit te dealen bekeurings. Ze hebben de boete van parkeren op een handicapte parkeerplak verhegen van 180 naar 340 euro. Ja, maar arm. Net handsfree bellen in de auto. Geeft mij 40 euro omheeg. Vind ik gewoon plukken. Ik laat de kast met me vol en let maar. Die regels moeten er wijzen, vind ik. Ja, zo'n hele prode mensen kunnen niet meer wijzen, maar ja, dat zijn de regels. Dat mogen we dan horen. Zo simpel is het nog. Ja, bespottelijk, net. Heel duur. Echt heel hoog. Dat is niet goed. Het verhegen van de boetes roept een soort discussie op. Dat is wel duidelijk. Trogreerd rieden. Tenij 220 euro. Een voetganger van de sokken rieden bij een zebrapaard. Een print van 340 euro. Minister Opstelten zei in een reactie dat het verwacht dat agenten de verheging wel noffelijk vinden. We moeten met de minister om tafel, landelijk, om hier een oplossing voor te zoeken. Want het kan echt net mis. Aan de andere kant kan toch ook een waarschuwing wijzen van mensen. Van jongens, let op, die boeren die er net om neer. Dat snap ik. Alleen nogmaals, de verhouding is gewoon ziek. Er moet gewoon een tussenoplossing voor worden. Onnedig loert meidje mijn auto. Je reken je op een boete van 350 euro. Het kabinet wil met de maatregels heftig gedrag in het verkeer aanpakken. Nou ja, midden in de nacht als de mensen dan heel hard op een klakson, dat vind ik wel eens irritant. Maar zo'n groot bedrag gaat me een beetje te ver. Eindstaan aan boetes in deze reportage roegen wij 1500 euro. Jo binnen waarschuwen.